Bekerie met Hassen is nog even verlicht. En net zo lang vragen wij ook de storing gesloten te houden. En in verband met onverwachte turbulentie adviseren wij u sowieso, wanneer u op uw stoel zit, om de storing zichtbaar gesloten te houden. Wanneer u wel zo meteen in de bagagebak mag wezen, dan zeker omdat er geen handbagage kan uitvallen. Passagiers in de economy en de comfort class kunnen gebruik maken van het toilet dat heel achter in de cabine. De auto van de rij 30 of tegenover de deur waar u bent binnengekomen. En voor het reiscomfort van de passagiers reizen op rij 30 D, E en F is het niet toegestaan om hier open te steken van het ene gangpad naar het andere gangpad. Of de toilet bezet zijn, dan bevindt zich in hetzelfde gangpad minimaal nog één ander toilet. U kunt oversteken heel achter in de cabine of daarover van de deur waar u bent binnengekomen. Passagiers in de deluxe, u kunt gebruik maken van het toilet geheel voor in de cabine. En daar ook aan boord ten strengste verboden is, dit gaat ook voor elektronische sigaretten. Zijn onze toiletten uitgerust met de zeer gevoelige rookmelders. Qua gezondheidsmaatregelen aan boord. Wij vragen u zoveel mogelijk op uw stoel te blijven zitten en niet te staan in het gangpad in de galleys of bij de deuren. En voorkom dat er meer dan 10 passagiers de lange tijd staan te wachten om van het toilet gebruik te maken. Qua mondmaskers. Of u erin gelooft of niet, of u gevaccineerd bent of niet, het is heel fijn om te kunnen vliegen, maar er hoort een mondmasker nou eenmaal bij. Deze wettelijke verplichting geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Er moet gedaan worden over neus, mond en kin. Iedere dieren moet u vervangen of iedere manier dat op vel is en net die eventueel beste zakjes voor beschikbaar. Het enige moment waarop u het masker tijdig kunt afzetten is tijdens het eten of drinken, maar na het eten of drinken moet u dan het masker weer goed dragen. Mocht u vannacht gaan slapen, dan wensen we u vast heel veel rusten. Mocht u hierbij gebruik maken van een jas of deken, dan vragen we u de storing over de jas of deken heen te sluiten, zodat u niet hoeft te wekken in geval van turbulentie. Zorg ook dat uw masker goed zit. U mag slapen, corona daarentegen, slaap nooit. Mocht u masker niet goed dragen, dan zijn wij genoodzaakt u wakker te maken, zodat u zelf uw eigen masker kunt corrigeren. De begrijpen zijn in de eerste plaats voor uw veiligheid, maar zeer zeker ook voor uw comfort. En mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan staan we u graag te woord. Voor u nogmaals welkom aan boord, een hele fijne lucht gewenst.